Ik zeg altijd, ik moet me focussen, want er zijn echt veel wedstrijden. Nu met de corona moet heel veel wedstrijden worden gespeeld. Dus je kan je echt niet laten afleiden door een eventuele transfer of iets. Dus ik moet me gewoon echt focussen en met Sparta zoveel mogelijk punten halen. Want daar komen echt belangrijke wedstrijden aan voor ons. Abdouaroui, hoe groot is de frustratie als je vlak voor tijd deze wedstrijd nog verliest van FC Utrecht? Ja, geen frustratie, maar meer een collectieve teleurstelling. Dat kan je zo wel noemen. Als je hem in de laatste minuut tegenkrijgt, prachtige doelpunten uiteraard. Maar ik vond dat we op zijn minst een punt hadden verdiend. Ja. Hoe komt het dat het dan uiteindelijk net niet lukt dat je vlak voor tijd nog die goal tegenkrijgt? Wat ging er fout? Volgens mij was er een moment dat er balverlies werd geleden op het middenveld. Ja, dat kan gebeuren. En die goal was gewoon individuele kwaliteit, weet je. Hij kapt hem en hij schiet met links in de kruising. En beter in de kruis kon hij volgens mij niet. Nee. En dat moet je dan gewoon accepteren. Ja. Wat mij opviel aan deze wedstrijd, ik heb het al vaker gezegd ook dit seizoen, is ja, voor mijn gevoel steek je er echt met kop en schouders bovenuit. Vandaag ook weer werken, duels aangaan, duels winnen, goede passes geven. Hoe zie je dat zelf? Ja, ik vind dat ik mezelf ook zo zie spelen hoe jij zegt. Ik ontwikkel me heel goed. En ik moet dat nu nog vertalen in de wedstrijd te beslissen. Dus nog dat een beetje extra's betekenen voor het team met doelpunt en assist. Maar de basis, wat ik ben als middenvelder, dus box-to-box, ja, dat gaat prima. Ja, waar merk je dat zelf aan, dat je inderdaad ontwikkelt? Hè? Dat je inderdaad, ja, ik zie spelers die proberen jou te passeren. Ik zei het op de radio ook, hè? Ja, als je hem passeert kom je nog 5 keer tegen. Ja. En dan weet je ook, dan pakt hij hem alsnog af. Hoe merk je dat zelf in de wedstrijd? Ja, ik begin de wedstrijd altijd om de eerste duel keihard te pakken. Dan weet de tegenstander gelijk van vandaag wordt het een lastige wedstrijd. En zo ga ik ook mijn andere duels in. Dus ik laat je niet zomaar gaan. Dus, ja. En desnoods maak ik een overtreding. Wat je ook zei, de teleurstelling in het team is wel vandaag heel groot. Ja, bij mij ook. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dit was echt zo'n typische 0-0 wedstrijd, denk ik. Ja, overal moet ik zeggen, de eerste helft hadden ze wel veel kansen. We begonnen niet scherp. Daarna pakten we het goed op. Vanaf de 25e minuut ongeveer. Tweede helft was het in balans. En vielen er niet heel veel kansen bij ons, maar ook niet bij Utrecht. Dus wat jij ook zegt, het is typisch een 0-0. Ja. Wat zegt het ook over Sparta als je kunt zeggen dat je gelijk opgaat met FC Utrecht, zowel op de stand, op de ranglijst, als vandaag in deze wedstrijd? Dat betekent dat we op de goede weg zitten. En deze lijn moeten we doortrekken naar donderdag. En ook naar die andere wedstrijden, zodat die ploegen ook weten dat je niet zomaar van Sparta kan winnen. Ja, ik vind het wel mooi dat je er ook bij begint te lachen. Dat je ook echt zoiets hebt van, ja, weet je, we verliezen hier vandaag wel. Kom maar op allemaal. Ja, natuurlijk, zo moet je elke wedstrijd ingaan. Maar zoals je zegt, van vandaag zag ook Utrecht dat je niet makkelijk van ons kan winnen in een uitwedstrijd. Zo moeten de andere ploegen dat ook weten. Ja, wat is hetgene waar jij na deze wedstrijd wel tevreden over bent bij Sparta als team zijnde? Ja, ik vond dat we het goed herpakten. Vooral de eerste helft. En de tweede helft stonden we ook heel goed. Dus we kwamen heel goed uit de kleedkamer. Alleen moeten we dan nog kansen zien te creëren. Dat hebben we vandaag niet gedaan. Dat is wel het verbeterpunt die we moeten doen. Maar ik ben wel blij met de strijdlust en het hard werken van de jongens. Ik zag op een gegeven moment de trainer, die staat naast je. Die zag ik een aantal keer flinke coach ook vanaf de zijkant. Wat roept hij dan naar je op zo'n moment? Ja, meestal gaat het over positie kiezen. Of als iemand achter me loopt en ik zie hem net niet lopen. Of niemand coacht me aan, dan is het wel fijn als een trainer wel wat zegt. Dus daar gaat het meer over. Ja. Wat ook opvalt, hè, we hebben het ook over jouw ontwikkeling nu. Hè, dat gaat eigenlijk steeds beter. Ik zei het ook al, ik vind je echt, denk ik, dit seizoen misschien wel de beste speler bij Sparta. Dat betekent ook dat er aan jou getrokken gaat worden. Ja. De transferperiode is nog open. Ja. Wat merk je daar zelf van? Ja, natuurlijk wordt er getrokken. Maar dat laat ik aan mijn zakenwaarnemer over, weet je. Zal toch wel iets merken? Je merkt toch wel iets? Hij belt toch ook wel eens van, ik heb een telefoontje van die of die gekregen? Ja, tuurlijk. Maar ik zeg altijd tegen hem van, als er nog niks concreet is, dan hoef ik het niet te weten. En anders melden ze zich maar bij Van Stee. Ja. En dan zoekt hij het maar uit met Van Stee en Said, mijn zakenwaarnemer. Ja. Dus zo sta ik erin. Ja, is ook wel lekker, denk ik, hè? Dat je weet dat die interesse er is, hè? Dat streeltje. Dat zorgt ervoor dat je ook in een positieve flow komt, wedstrijden misschien beter speelt. Ja, dat is denk ik ook wel fijn. Natuurlijk, ja, dat geeft een speler een boost. Dan weet je dat je op de goede weg zit. Alleen moet je niet denken dat je er al bent. Want
ja, er is nog heel veel progressie en heel veel rek. Dat merk ik zelf in me. Ja. En daar ben ik ook mee aan de slag. Ja. Is het wel jouw intentie om het seizoen sowieso af te maken bij Sparta? Ja, sowieso nu wat ik ook zeg. De transferperiode is nog niet heel lang. Dus meestal gebeuren die transfers in het begin of in het midden. Dus we zien het wel. En ik zeg altijd, ik moet me focussen, want er zijn echt veel wedstrijden. Nu met de corona moeten heel veel wedstrijden worden gespeeld. Dus je kan je echt niet laten afleiden door een eventuele transfer of iets. Dus ik moet me gewoon echt focussen en met Sparta zoveel mogelijk punten halen. Want daar komen echt belangrijke wedstrijden aan voor ons. Ja. Dus daar zit mijn focus meer in. Maar op het moment dat er een mooie club komt, heb je wel zoiets van, als het echt concreet is, dan... Ja, tuurlijk. Als speler heb ik ook ambities om de top te halen. En, dus wat jij zegt, als er iets moois langskomt, dan denk ik er zeker over na.